Je moet gewoon fucking groot denken. Als je denkt van we gaan een billion-dollar company bouwen, neem je al heel anders je telefoon op. Toen waren we inderdaad ook met 4 werknemers of zo. Nu zijn het er 90, 100. Wij zijn part van onze eigen doelgroep. Dus we weten heel goed wat er speelt. Als je jong bent en zeker, misschien wat onzeker bent of whatever, is fuck dat. Weet je, als je anders bent dan anderen, dat gaat alleen maar goed zijn in de long term. Want daardoor ga je op dingen komen waar anderen niet op gaan komen. Je studeert aan de HVA, maar raakt geïnteresseerd in kunst. 7 jaar later heb je een serieus bedrijf dat de kunstwereld volledig op zijn kop zet. Werk je wereldwijd samen met artiesten en verkoop je kunst aan een nieuw jong publiek. Onder andere door een Instagram-account met inmiddels 2,5 miljoen volgers. Het overkwam Christian Luiten van Avant Arte en hij is mijn gast. Welkom bij 7D-TV. Christian, welkom. Dank je. Leuk je weer te spreken. Hoe is het met je? Goed. Ja? Goed, ja. Want vorige keer was het 2018 of 19? 19 of 19, zo. 19, ja. Ja, 3 jaar geleden. 3 jaar geleden. Ja, er is veel gebeurd. Maar het gaat hartstikke goed eigenlijk. Ja, maar je bent niet meer veel in Nederland, hè? Nee, ik reis heel veel. En ik heb op het moment ook geen huis. Of het laatste jaar niet. Ben je homeless? Ja, ik ben wat dan? Ja, gewoon, ik reis zoveel. Dus op een gegeven moment heb je van, ja, waarom zou ik nog huur betalen in Amsterdam als ik er bijna niet ben? En dus zeg maar, sinds op een gegeven moment, ik leefde een beetje op die manier. En toen kwam COVID. Dus toen moest ik weer terug, zeg maar. Toen moest ik even naar mijn ouders. Ja. En toen wel een appartement in Amsterdam genomen voor een half jaar, of een jaartje ongeveer. Ja. 3 kwart jaar. En toen dacht ik van, ja, ik kan weer reizen. Of in ieder geval, het ging een beetje open. Ja. En toen dacht ik, ja, ik ga gewoon weer. En sinds toen heb ik nog geen... geen huis. Nee. Wat graag, dat is wel grappig. Ja, waar zou je ook, als je toch bijna niet in Nederland bent. Ja, precies. Maar dan leef je een beetje in hotels of wat? Ja. Maar het zorgt er ook gewoon voor dat je constant blijft gaan of zo. Want je moet constant gaan. Want ja. Maar mis je dan niet een soort... ik ben een enorme huismus, maar mis je dan niet een soort roots of zo? Een soort basis? Ja, ik ga dit niet voor altijd doen, zeg maar. Dus er zitten natuurlijk ook nadelen aan of zo. Het is inderdaad, je mist wel gewoon een plek waar je al je spullen hebt. En dat. En inderdaad, maar het, ja, dit is, het Time, kan dus, ook nu. Hè. Dus ja, ja. Van, ja. Het is even de fase waar je in zit. Ja, het is gewoon. Ja. Ja, het is voor de kijkers die denken, wie zit er in godsnaam bij hem in de bank? Ik heb jou eerlijk gesproken in 2019. Ja. Toen heb ik met name ook een heel verhaal gehad over hoe jij met Avant Arte bent begonnen. Vanuit je studie, bla bla bla. Dat gaan we niet weer herhalen. Dank dus je. Voor die mensen die zitten te kijken, ik heb een link in de beschrijving. Mocht je die video willen zien, kijk die straks lekker. Inmiddels, Avant Arte, waar sta je nu met het bedrijf? Gewoon letterlijk van hoeveel werk... Nee. Ja, whatever. Wat ben je aan het doen? Het is zeg maar heel gegroeid sinds zeker de laatste 3 jaar. Ik denk dat toen waren we inderdaad ook met 4 werknemers of zo. Nu zijn het er 90, 100. Hoeveel? 90, 100 denk ik nu. Ik weet niet maar wat deze echt op de payroll zeg ja, maar. Ja, fulltime. Ja, ja, ja. Dus zeg maar, het is heel groot gegroeid. En, en we werken met heel veel kunstenaars en weer heel veel klanten. En dat is allemaal gewoon wat we toen deden, dat was het begin. Gewoon, maar nu is het gewoon huge. Dat is gewoon groot, want even in het kort voor de mensen die zitten te kijken van, joh, Avant Arte, wat doen jullie? Zeg maar, wat is de kern van jullie? Kijk, wij werken samen met kunstenaars. En sommige daarvan zijn de grootste kunstenaars van de wereld. Sommige zijn nieuwe kunstenaars die hopelijk de grootste gaan worden. En we doen daarmee collaborations. Dus we doen samenwerkingen. Dus we gaan samen met hun zitten en dan willen we een bepaald... een werk maken, een edition. Het kan een print zijn, kan een sculptuur zijn. Die we dan gaan verkopen op onze website. En omdat we een heel groot Instagram-platform hebben en een heel groot bereik hebben, is het voor die kunstenaars heel erg interessant om een nieuw publiek te bereiken. Ja. En wij hebben dat nieuwe publiek, zeg maar. En daarvan en daaruit kunnen wij kunstenaars vinden die met ons willen samenwerken. Die misschien normaal een schilderij verkopen voor €500.000. En bij ons is dan een edition waar we dan 50 van doen voor 5.000 of zo. Ja, ja, dus voor hun is dat ook een nieuw soort Een nieuw soort iets. En je kan het met kleding vergelijken waar je de haute couture hebt. Zeg maar de jurken voor 20.000 waar je dan nu ook de Ferragamo riemen van hebt of zo. Dus dat is het eigenlijk. En we doen hele toffe projecten. En we zijn ook al steeds meer bezig met public art. Dus we hebben nu gewoon ook... Dat is een nieuwe richting die we ingaan. Dus dat we ook gewoon publieke werken in bepaalde steden gaan doen. Leg eens uit dan, wat ga je dan doen? Bijvoorbeeld in Londen hebben we nu 2 projecten lopen waar we gewoon public art, een soort van. Je kent die Amsterdam Zuid, toch? Heb je toch altijd om de 2 jaar Art Zuid, waar kunstenaars werken door de stad plaatsen, zeg maar. Ja. Dus dat gaan wij nu ook doen. Met als doel? Gewoon dat leuk is? Of? Om ook gewoon meer mensen betrokken te krijgen in kunst. Dus meer mensen die dat zien. Is dat je missie? Ja, ons doel is wel om zoveel mogelijk mensen geïnteresseerd te krijgen in kunst, zeg maar. En op een gegeven moment, die editions, je werkt met hele grote kunstenaars. Dus dingen worden ook duurder dan zeg maar 3 jaar geleden was.
En dit is wel een manier om ja, nog steeds inderdaad heel veel mensen in contact te laten komen met kunst. En waarom is dat belangrijk? Omdat heel veel mensen... Er is gewoon een ontzettende boundary om naar galleries toe te gaan. Voor heel veel mensen. Omdat het toch, met name voor jonge mensen? Voor jonge mensen, ja. Het is toch niet echt... ik weet niet, het is niet altijd een fijne... Ik kan nu wel naar binnen stappen, maar... Ja, maar jij bent wel arrivé of zo heet het dan in die wereld, of niet? Ja, ik ken veel mensen, dus inderdaad, nu wordt het wel makkelijker. Maar het is voor heel veel mensen, zeker ook toen ik begon de kunst, het is niet echt een fijne plek om naar binnen te stappen. Want je voelt je toch een beetje geïntimideerd, et cetera. Ja, heb ik er wel verstand van. Ja, heb ik wel verstand van, et cetera. Dus ik denk wel dat het een belangrijke manier is om gewoon meerdere mensen in kunst te krijgen. Maar we doen heel veel andere dingen ook. Kijk, we hebben ook heel veel online communities. We hebben een Discord community. We zijn nu met een ander initiatief bezig. Dus ja, we doen gewoon... Ja, we proberen gewoon heel veel dingen. Wat is een Discord community voor de mensen die denken, wat de fuck is dat? De Discord community, ja... Voor de oudere mensen. Die kijken, hè? Van hoe vroeger je forums had eigenlijk. Gewoon, het is gewoon bepaalde forums waar mensen bij elkaar komen om dingen met elkaar te discussiëren. En Discord is gestart als meer een gaming forum voor gamers om daarin terecht te komen. Maar je ziet met kunst nu ook heel veel. Mensen zoeken toch een plek om met elkaar te kunnen praten over... Kijk, kunst is nog steeds een niche natuurlijk. En Discord is heel goed voor bepaalde niche dingen. Dus als jij... Ik weet niet hoe het zit met boten of zo. Maar als je heel veel verstand hebt van boten... wil je ook met andere mensen erover praten. En de online wereld heeft je die opportunity geboden... denk ik, voor heel veel mensen om elkaar te vinden... en om met elkaar in gesprek te komen. In praten jullie op een andere manier over kunst dan? Want als wij denken over kunst... dan zien we inderdaad die galleries met hele chique mensen... met creatieve pakjes aan. En die doen al heel ingewikkelde dingen en zo allemaal. Iedereen kent ook wel die films van 10 jaar geleden... dat ze in één keer IKEA-werken gingen laten zien. Ja, dat ze net zo intelligent erover gingen lullen. Lult in jullie wereld, praat dat dan anders of zo? Ja, denk het wel. Ja, hoe dan? Zeker. Kijk, je hebt natuurlijk nog steeds proberen een bepaalde de visie van de kunstenaar te vertellen. Dus dat is altijd, snap je, je probeert het gewoon heel makkelijk te houden en heel simpel. En ik denk wel dat dat wel de kracht is. Ja. Omdat inderdaad, anders ga je dat publiek nooit bereiken. En ik denk ook wel dat als je dingen niet simpel kan uitleggen, dan begrijp je het ook helemaal niet. Dus, nee, toch? Dat is de kern van alles. Ja, precies. Dus volgens mij is Einstein dat. En als hij het zegt, dan zou het wel waar zijn. Ja, hoeveel kunst verkopen jullie nu eigenlijk? Goeie vraag. Jullie letterlijk gewoon hoeveel... Ja, weet ik veel. Ik heb gewoon qua... Want cijfers noem jij geloof ik niet, hè? Nee. Qua omzet, waarom niet? Nou ja, praten we niet over toch als Nederlanders. Lekker toch op, man. Dat is dan de next generation. Die doen de partij moeilijk over geld. Maar miljoenen. Ja, zeker, ja. Dus tientallen miljoenen. Ja, maakt uit. Ja. Veel. Ja, veel. Dan moet je wel. Als je 100 werknemers hebt, dan moet je wel wat verkopen. Ja. Maar dat dus, daar hebben we het over. Ja. Maar wat doen al die 100 mensen dan bij jou allemaal, joh? Ik denk dat een groot gedeelte... Kijk, we hebben net een bedrijf gekocht in Londen. Maar dat is meer een printing house. Dus gewoon dat we ook de productie zelf kunnen doen. Dus daar zitten veel mensen bij. En dan hebben we een groot gedeelte production team... dat ook alle sculpturen doet en samenwerkt met de kunstenaars... om zorgen waar we de juiste materialen vandaan kunnen halen. Wat we met de juiste third parties gaan werken. Ja. We hebben een groot tech team nu ook. Dus dat is ook zeg maar van wel een recent ontwikkeling. Om ook gewoon echt een techbedrijf te worden. Ja. En we hebben een groot marketing team, groot sales team. En een CEO. Ook, ja. Maar die was er al, die was 3 jaar geleden. Ja, hoe heet die? Mazdak. En de andere co-founder is Curtis. Hij is niet genoemd in het begin. Oké, maar hij is CEO. Ja. Mazdak, ja. Dus dat is echt een soort van, dat is de chief dan. Zodat jij vrij bent om andere dingen te doen. Precies, zodat ik vrij ben, dat Curtis vrij is. Curtis werkt weer met de collectors, ik werk weer met de artists, et cetera. Zodat ik kan reizen. Maar is dat de kracht is dat een goede ondernemersles? Want er zitten natuurlijk best veel jonge mensen dus even te kijken ook. Hè? Ja. Ik spreek letterlijk wel eens echt een hele zaal vol met studenten, zoals jij ook ooit was. Ik wil ondernemen en ik weet niet hoe ik dat moet doen. Dat wil ik je straks nog even vragen, waar ze dan moeten beginnen in godsnaam. Maar is een van de lessen die jij hebt als je groot groeit... dat je zo snel mogelijk poppetjes neerzet... waardoor jij vrijheid houdt om leuke dingen te doen? Ja, dat is de grootste les, denk ik. Ik heb geleerd en waar je ook andere partijen... waar je het fout ziet gaan, is... kijk, je moet denk ik gewoon heel eerlijk zijn... als je begint met ondernemen, is waar ben je goed in... en waar ben je niet goed in. Ja. En dan waar je niet goed in bent, moet je de allerbeste mensen... maar dat begint ook heel erg met groot denken. Dus je moet... Ik weet het ooit... ik zeg gewoon zijn naam, Wouter Gort, die gaf me ooit het advies. En die zei, je moet gewoon...
fucking groot denken. Dus maar gewoon echt, je moet gewoon, als je denkt van we gaan een $1 billion company bouwen, dan neem je al heel anders je telefoon op. En dan je dacht er heel anders in. En op een gegeven moment, ik ging veel naar Amerika en op een gegeven moment kreeg ik die mindset ook van. En toen dacht ik gewoon ja, maar Curtis en ik en mensen managen, ja. Misschien zijn er ooit goed in kunnen worden, maar nooit top. Dus toen dacht ik gelijk, joh, we moeten de beste hebben. En wat we wel konden, we hadden wel een bepaald verhaal, we hadden de charme, zeg maar, mensen vonden het leuk, wat we deden, et cetera. En op die manier hadden we een groot netwerk uitgebouwd, ook in de techwereld en in die wereld. En Mazdaq werkte bij Boiler Room. En Boiler Room was een muziekplatform, maar ook heel groot. Maar begon ook vanuit de community en dat werd uiteindelijk een bedrijf. Dus toen we een paar mensen ontmoeten die daar contact hadden, waren van, joh, zouden we een keer iemand kunnen meeten daar? Want ik vind wel, we waren altijd geïnspireerd op hoe dat gebouwd was. Ja, hoe zij dat hadden gedaan. Ah. En toen meeten we Mazdaq. Maar die had dat bedrijf ook geschaald van 4 tot 100 mensen. En in het begin hadden we meer van, joh, kunnen we een keer samenwerken met Boiler Room, et cetera. En toen, van het een komt het ander. En toen, dat was al in 2019, was hij er al bij. Dus hij was echt vanaf de, ja, hij is echt als een co-founder gejoined ook. Dus hij was echt wel vanaf 4 mensen. Maar dat is wel mijn grootste tip. Want ik bedoel, als jij groot wil denken en als jij grote dingen wil doen, uiteindelijk gaat het om talent. Weet je, je moet een soort van, het bedrijf magneet zijn voor talent. En daardoor moet ook een sterk team staan. En sterk genoeg dat ook hele mensen van hele grote bedrijven bij jou willen gaan werken. En anders was dat nooit gelukt. Dat weet ik zeker. We hadden denk ik wel een mooi bedrijf kunnen bouwen, zeg maar, gewoon met z'n tweeën. Leuk bedrijf. Ja. Maar nooit, zeg maar, van dit kaliber. Dus sowieso mijn grootste tip is soort van. Denk groot en zet je ego opzij ook. Waar ben jij goed in? Wat is jouw ding, zeg maar? Mijn ding is met de kunstenaars vinden, opzoeken, relaties bouwen. En zorgen dat je er binnenkomt, zeg maar. Want die kunst was natuurlijk wel zo'n vrij gesloten wereld. Mm-hmm. En het is toch. En die kunstenaars zijn natuurlijk ook allemaal diva's. Dus natuurlijk, als jij jong bent en je hebt nog. En dan waren geen credits en waren werkt nog niet met kunstenaars, maar waren gewoon wat Instagram followers. En sommige kunstenaars kan het ook niet schelen hoeveel Instagram volgers je hebt. Nee, die denken wat is Instagram? Ja, precies. Dus dan moet je, maar die moeten wel aan binnenkomen natuurlijk. Mm. En die werken natuurlijk met hele grote galleries, et cetera. Yeah. Dus daarin een beetje manoeuvreren om naar binnen te komen. Yeah. En met de kunstenaars werken. En ik denk ook wat we beide heel goed in zijn, is dat we zijn part van onze eigen doelgroep. Dus we weten heel goed wat er speelt. We weten heel goed wat er gaande is, et cetera. Dus ja, daar moesten wij ons gewoon op focussen. En toch hoor ik praat en ontmoet best veel jonge gasten. Want jij bent nu nog net 20 volgens mij. Ja. Hè? Tenminste in de 20, maar je wordt ook al oud. Maar sorry. Maar ik hoor ze niet zo vaak over kunst. Nee. Maar blijkbaar zijn ze er dus wel mee bezig. Ja. Nou ja, ik weet niet welke jongeren is. Ik weet niet of hier in Bussum onze klantenbestand zit. Kut. Ja. Ja, waar zitten ze dan? Internationaal veel meer? Ja, of in de grote steden? Wij hebben nauwelijks klanten in Amsterdam. Niet heel veel. Echt alleen maar internationaal. Ja. Maar dan heb je het over grootstedelijk. Londen, New York, Los Angeles. Amerika sowieso wel. China heel veel. Ja. Japan, Zuid-Korea. Ja. Hey, en ben jij ook goed in het spotten van nieuwe kunstenaars, zeg maar? Die nog niet, zeg maar, echt ergens staan, maar die aan het beginnen zijn? Ja, ik denk wel dat wij daar heel goed in zijn, ja. Maar hoe, en kun jij dan, heb jij wel, want gestudeerd heb je er niet voor, zeg maar. Nee, maar dat niet. Nee, maar is dat dan jouw signatuur of zo? Dat jij iemand ziet, denkt van, ik vind dat tof en dan wordt het iets of zo? Of hoe werkt dat dan? Je hebt gewoon, wat ik zeg, we hebben natuurlijk heel veel informatie. Want we hebben natuurlijk heel veel, los van data, maar natuurlijk hebben we ook heel veel klanten. We hebben heel veel mensen, we hebben heel veel contacten in de kunstwereld. Dus je hebt een soort van informatiestroom waar je meer informatie dan anderen hebt. En hopelijk ook een beetje het oog, inderdaad. Yeah. Maar dat is denk ik ook wel wat onze groei ook heel erg heeft. Of wat heel erg verantwoordelijk is weet voor onze groei, is dat wij in 2019 bepaalde kunstenaars hadden. En volgens mij was het die week zelf nog, was ik toen in Amsterdam en er was een kunstenaar die we over lieten vliegen vanuit New York. En hij was nog helemaal niet groot en we hadden hem gewoon een ruimte gegeven. En dat is nu een van de grootste sterren in de kunstwereld. Vanuit daaruit bouw je ook credibility op. En dat mensen toch denken van oké, ze hebben een afstand. Dus dat gebeurt. En dat is natuurlijk heel belangrijk als merk. En hoe ik dit aan ouderen kan uitleggen, is dat als investeerder is dat natuurlijk hetzelfde. Als jij in startups investeert en je investeert in Uber en Airbnb, et cetera. En dat wordt later heel groot, dan bouw je heel veel credibility op. En dan wordt het ook makkelijker om weer geld te halen, maar ook weer te investeren in andere bedrijven, omdat ze je vertrouwen.
Dus dat is heel belangrijk, ja, dat je daar wel een oog voor hebt. Jij komt in alle continenten ook zo'n beetje. Want ik las ergens dat je ook in Afrika, in Ghana was je geweest. Ja, hoe was dat? Dat was heel vet. Ik was in het begin van het jaar daar. Wij hebben een aantal kunstenaars weer werken in Ghana. Maar ik was er zelf nog nooit geweest. Hoe vond je dat? Ja, dat was heel vet. Ja, ik ben er heel vaak geweest, dus ik ken het goed. Maar je was in Accra? Onder andere, ja. Ja, en het was ook in die periode tussen kerst en oud en nieuw. Dus er waren heel veel mensen. Er waren ook heel veel mensen uit Amsterdam trouwens. Ja. Dus ik had een hele leuke tijd daar. En daar zitten dus, want die kunstenaars zitten dus werkelijk overal. Ja, want je hebt in Ghana heb je nu een nieuwe lichting die heel populair is en waar die ook keihard gaan. En altijd als er een bepaalde kunstenaar een bepaalde stad ontploft, dan ontploffen er meer. Ah, ja. In die area. In de slipstream. In de slipstream. Dus je hebt nu heel veel van die kunstenaars die heel populair zijn. Ja. Hoe belangrijk is data daarin, zeg maar? Want jullie stikken natuurlijk van de data, toch? Ja. Het is mega belangrijk. Je ziet gewoon dingen veel eerder daardoor. Alleen, het is ook weer niet... Ik weet niet, het is heel belangrijk, maar het blijft ook kunst of zo. Dus het blijft... En ook, het gaat heel veel om relaties en dat soort dingen. Wat allemaal niet te vervangen is door tech. Ik bedoel, er is ook nog een reden dat er nog nooit echt een disruptie is geweest in de kunstwereld. Door, hoe R&B de reisindustrie heeft veranderd. Of de taxi-industrie of Spotify, de muziekindustrie. Je hebt niet zo'n platform in kunst, zeg maar. Omdat het uiteindelijk toch op het kunstwerk uitkomt. Ja, en zeg ook relaties. Maar, als bron en relaties. Relaties met kunstenaars. En dat is het moeilijkste te disrupten. Je zegt tech-disruptie, nooit gebeurt, bla bla. Hoe zie je NFT's? Want daar zijn je ook dingen mee. Ja, dat is natuurlijk wel een mega-disruptie geweest. Ja. Ik aan het begin van 2020. Die markt is nu heel anders. Ja, leg eens uit. Nou ja, dat is gewoon compleet in elkaar gezakt. I mean, niet alles. Dus er zijn bepaalde niches in die NFT die best nog sterk overeind staan. Ja. Maar hetzelfde met de Bitcoin en met Ethereum, zeg maar, van wat er de laatste Hoe zie jij die toekomst dan? Geloof jij erin? Ja, ik geloof sowieso. In relatie tot kunst, hè? Ja, ik geloof sowieso. Kijk, ik kan niet de toekomst voorspellen, maar ik denk wel dat ons leven meer digitaal gaat worden in de komende 10, 20 jaar. Ja. Als je ziet hoe de jongeren opgroeien, et cetera. Ja. Dus dat daar digitale kunst bij komt. En digitale currency is denk ik wel een feit. Ja. In ieder geval dat gaat gebeuren. Dus ik denk dat sowieso gebeurt. Alleen natuurlijk is wel de vraag van... Daar wordt nu heel veel op gespeculeerd. En dat net als de dotcom-bubbel, weet je. Dat kan gewoon barsten. En dan, ja, precies. Dus ik geloof sowieso dat het toekomst is. Het is nu een beetje afgevraagd van hoe lang dat gaat duren. En wie gaan er overblijven. En... Maar krijgen we dan wel inspirerendere voorbeelden te zien dan alleen maar, een aap? Ja, maar dat is al zo. Dus ik bedoel, er zijn al gewoon echt goede kunststromen in die wereld. Er zijn gewoon mensen die gewoon digital als medium gebruiken. Wat gewoon heel interessant is. Ja. Alleen wat wel de headlines heeft gepakt de afgelopen... half jaar zijn inderdaad die aapjes en die bullshit en celebrity scam projects. En dat was echt wat de headlines pakte. Maar er was wel een laag wat echt serieus was. En die laag blijft ook gewoon blijft vrij stabiel. Mm. En dat is wel een... Kijk, wij willen gewoon werken met de grootste kunstenaars. Of over, als je over 80 jaar kijkt en terugkijkt naar deze periode, wat de grote kunstenaars zijn, daar willen wij mee samengewerkt hebben. Mm-hmm. En ik geloof echt wel dat daar een aantal digital artists bij zitten. Dus ik denk wel dat de nieuwe Banksy of de nieuwe Damien Hirst, dat die uit de digitale wereld komt. Makes sense, zeg maar. Ja. Dus ik kijk er positief naar op de long term. Op de short term is het wel echt een chaos. Je praat echt half Engels, hè? Dat is natuurlijk logisch, hè? Want maakt mij niet uit, want ik kan het goed staan. Maar dat zit natuurlijk helemaal in. Want jij zit natuurlijk continu. Jij praat bijna altijd alleen maar Engels, natuurlijk. Ja, omdat onze werknemers zijn ook voor het grootste gedeelte bijna allemaal. Ik praat geen Nederlands op werk. Dus helemaal als we het over business hebben, dan is mijn mind heel erg. Ja. Is er concurrentie eigenlijk van Avantarte? Een soort gelijke jonge gasten die naar jullie kijken en denken van... hey, verrek, dan kunnen wij beter of anders? Nee, geen jonge gasten, maar er zijn twee andere edition platform. Eentje was al heel lang begonnen, 13 jaar geleden of zo. Case Studio, ik heb ook veel respect voor ze. Daar zijn echt vrienden mee. En dan is een andere partij in China die iets later gestart zijn. Dat zijn denk ik ons... En je hebt nog waar Damien Hirst dat project deed, Henny Editions. Dus in die wereld wat wij doen, zeg maar, die gelimiteerde oplagen, is er wel concurrentie. Hey, even een paar ondernemersvraagjes. Hè? We zijn tot slotverrekening 7. Ja, laten we dat doen. Ja. Waar verkoop je het meest? Amerika. En dan heb je het over hoeveel procent van, zeg maar, alles wat je verkoopt. Is dat
Echt een groot gedeelte? Nee, het is best wel even. Like, de andere continenten zijn er natuurlijk ook. Dus ik denk dat het 30% zou zijn of zo. Okay. En maar voor de rest verkoop je all over the world? Ja, ja. En wat ik zeg, Azië is mega gegroeid de laatste jaren. Ja. Hoe doe je dat qua klantenservice? En daar heb je gewoon allemaal mensen voor zitten. Ja, en daarvoor hebben we heel veel mensen nodig. Omdat wij weten wel van dat dat mega belangrijk is. Weet je, de klanten gewoon op nummer 1 zetten. Ja. En supergoed behandelen. En de juiste service geven. Dus we hebben een warehouse hier in Nederland, in de Bijlmer. En vanuit daaruit shippen we alles. En kantoor zit in Londen, toch? Ja, Londen en in Amsterdam. En in Amsterdam. Ja, dus we hebben... Dat zijn de 3 fysieke plekken die je hebt? Of heb je nog meer? Ja, dat zijn de 3 fysieke plekken. En mijn hotelkamer. Ja. Dat wordt zodra je ergens zit dan. Maar is dat niet? Heeft jouw CEO of CFO die ze ook al hebben, toch? Ja. Iemand die op de centen let. Ja, zegt hij dan niet, hey, ga eens wat goedkoper wonen of zo? Elke keer in die hotels? Nee, maar dat levert heel veel op. Dus ik bedoel, een soort van... Omdat ik reis, als je een bepaalde deal maakt met de kunstenaar, dat vind je zo uit. Het is echt niet... De grootste kostenpost is echt niet de hotels. Wat zijn de grootste kostenposten? Mensen. Dus ja, salarissen. Dat zijn de grootste kostenposten. En daarna productie, denk ik natuurlijk ook. We zijn meer sculpturen gaan doen. En die zijn natuurlijk, als je bronzen sculpturen maakt en marmer. Maar die maken jullie dan? Ja. Maar in onder regie van een kunstenaar? Ja, samen. Samen met een kunstenaar? Ja. Maar had die kunstenaar niet zelf dan iemand die dat deed? Nee. Dus wij... Dus jij kan nu een soort faciliteit aanbieden... Precies, die de kunstenaar niet tot zijn beschikking had? Precies, ja. En daarom hebben we nu ook dat printinghouse gekocht in Londen. Zodat we dat nu ook, weet je, ook met prints kunnen doen, et cetera. Dus... Kijk, als ik naar de kunstenaar ga, mijn manier is wat ik zeg, wij moeten iets bieden wat ze zelf niet kunnen doen. Dus daar zijn we natuurlijk heel ambitieus in. Dus om de hele tijd dingen te bouwen, of het nou online platformen zijn, of het nou Instagram zijn, of het een marketingcampagne is, of productie, dat wij dingen kunnen bouwen die de kunstenaar zelf niet kan, zodat wij een toegevoegde waarde hebben. Een andere ondernemertip ook, hè? Dus je moet toegevoegde waarde bieden. Ja, dat is vrij simpel ondernemersprincipe. Maar daarmee heb je wel, dat is echt de reset van de kunstwereld. Want dit is op een volledig andere manier volgens mij kijken naar de kunstwereld, toch? Ja, omdat de meeste galleries die verkopen dingen. Ja. Die hebben gewoon een witte galerij. En natuurlijk zijn ook wel, de grote galleries kunnen ook wel helpen met productie, et cetera. Maar wij helpen echt creatief met. Wij zeggen, we hebben een bepaalde audience, we kennen ze heel goed. We weten wat ze willen. Zullen we samen iets doen? We hebben de productie en we kunnen samen iets doen. Wat de kunstenaar zelf niet alleen zou kunnen doen. Ja. Maar dat is wel, dat hebben we natuurlijk ook de afgelopen 3 jaar dus constant bezig met van wat kunnen we nou bouwen, waardoor we een toegevoegde waarde zijn voor de kunstenaar, zodat hij met ons wil werken. Want het is wel een supply-driven market, dus het is wel onze markt natuurlijk wel, mensen willen iets hebben van een bepaalde kunstenaar. Dus we moeten echt die kunstenaar hebben om veel bereik te krijgen. En even commercieel gezien, je draait natuurlijk meer marge als jij spulletjes, als je dingen zelf kan doen. Ja, natuurlijk. Als jij terugdenkt, hè, van ooit HVA-studentje, een soort van het is gebeurd op een gegeven moment. En toen op een gegeven moment werd serieus en hoge doelen stellen en world dominance. En nu zit je met 100 man. Er zitten heel veel jonge gasten te kijken. Denk, ja, en je zit er ook een soort van relax bij, weet je wel. En leeft een beetje van hotelletjes. Hoe doe je dat dan? Hoe doe je dat? Ja. Hoe is dat jou gelukt en anderen niet? Wat is de secret of success? Nou, ik denk dat wat ik zeg, ik denk dat we mega passievol zijn. Dus echt een soort van, ja, misschien wel een bepaalde niche hebben uitgevonden waarin iedereen DJ wilde worden of een kledingmerk wilde starten. Ja. Hebben wij een bepaalde niche gevonden waar we super gepassioneerd over waren. En ja, en die niche is langzaam ook wel iets groter geworden. Dus je moet ook op tijd een soort van vooruit zijn, zeg maar. De markt was er ook klaar voor. Ja, dus mega erg daar geïnvesteerd hebben. En wat ik zeg, wel echt mega groot denken. En ik denk ook wel op een gegeven moment, ja, je om verzamelen met de juiste mensen om je heen, waardoor je nog geïnspireerder raakt en dat je denkt, oh fuck, weet je. Het kan nog beter en niet en je ego opzij zetten en ja, beter willen worden, groot denken. Hoe hou je dan, de partner? En dan denk ik ook nog gewoon je tijd goed indelen. Ik denk dat dat ook een hele belangrijke is. En dat doe je dus door vooral geen dingen te doen die je niet wil en delegeren. Ja, precies, maar ook wel gewoon echt. En daar in het begin maak ik natuurlijk ook wel fouten mee, maar je moet wel gewoon je uren op de juiste manier indelen. Want soort van, dan maak je echt het verschil mee. Hey, en jouw partner van toen, die zitten nog. Jullie zijn steeds gewoon samen. Hoe hou je die relatie scherp? Want ik kan me voorstellen dat ook, zeg maar, spannend. Ja, dat heeft wel eens ups en downs gehad, maar het is wel, ik denk, de laatste jaren sterker dan ooit. Omdat we ook wel gewoon, we zijn samen gestart. En we zijn beste vrienden. En ja, het is beter dan ooit. Echt.
Heel veel mensen die zeggen dan van ja, maar beste vrienden, dan moet je dus niet meer oppassen. Ja, het zeggen mensen, meeste mensen zeggen niet doen. En dat snap ik ook wel. Maar, met ons, omdat we zo'n bijzondere reis hebben denk ik doorgemaakt. Van echt vanuit, wat ik zeg, vanuit Almere naar een soort van waar we nu zijn en plekken waar we nu komen. Dus dat is ook de enige persoon waar ik dat echt letterlijk, weet je, waar je het mee daarover kan hebben en die het echt begrijpt. Dus dat is heel bijzonder. Dus dat koesteren we beide hopelijk heel erg. Heeft hij ook geen huis? Hij heeft een huis. Daar slaap ik nu. Ja. Nee, maar hij heeft een huis. Maar hij woont in Amsterdam. Dus hij was altijd iets minder van het reizen. Daar was ik veel meer van. Ja. Dus wij hebben het heel goed verdeeld. Dus wij hebben heel erg weten van... Oké, jij bent daar heel goed in. En ik ben daar heel goed in. We zijn wel anders, zeg maar. We zijn niet hetzelfde. Mm-hmm. Dus we hebben ons heel goed de taken verdeeld. En daar zijn we alle twee heel erg in gegroeid. Dus soort van op een gegeven moment... Hij doet dus... Weet je, mijn werk met klanten. En hij is daar denk ik de allerbeste van in de wereld. Hij kan echt... bepaalde mensen in kunst krijgen die normaal nooit geïnteresseerd waren in kunst. Ja. Dus op die manier, en hetzelfde met Mazdak, weet je, die ja echt een legend is op soort van een business bouwen. Dus we zijn allemaal best wel close met elkaar, maar we laten elkaar ook totaal met rust in wat we doen. Ik denk dat heel belangrijk is. Vertrouwen dus. Vertrouwen, ja, we bemoeien ons niet echt met elkaar. En we helpen elkaar wel natuurlijk als dat kan. Of dat is natuurlijk wel het idee. Maar we vertrouwen elkaar allemaal. Dus dat is heel belangrijk. Hoe zit het aandelen technisch, zeg maar? Jullie avantarten? Ja, dus wij hebben... ik denk dat het ook wel een tip is. Soort van voor de jonge ondernemer is... soms wij hebben VC's erbij. Dus dat zijn... in de start-up wereld heb je mensen die investeren. En hopelijk, in ieder geval gelukkig in ons geval... die geven je een zak geld. Ja. Maar ook, het helpt ook heel erg met... professionalisering van je bedrijf. Ja, want je kan groeien. Je kan snel groeien. Maar ook gewoon... Maar ze helpen je ook in... Ja. En natuurlijk, vaak is het gelul met VC's van... weet je, smart money. En weet je, uiteindelijk VC's geven... Het belangrijkste wat ze geven is geld natuurlijk. Ja. Maar ik denk als je de juiste mensen om de tafel kan hebben... kan heel erg helpen. Ja. In netwerk, daar hebben we super erg van geprofiteerd. Ja. Maar ook in bepaalde hires, zeg maar. Dus als jij iemand voor marketing nodig hebt of zo... als jij... de juiste mensen aan tafel hebt, dan... En je kan het allemaal voor de jonge ondernemers... je kan het allemaal terugkijken als je kijkt naar alle grote bedrijven... en je ziet welke visies, dus welke investeringsmaatschappijen erin zitten. Wat is die van jullie bekend, welke het is, of niet? Nee, is maar niet bekend. Oké. Okay. Maar... Een internationale is het? Internationale, ja. Oké. Okay. Maar we hebben geen announcement gedaan of zo. Nee, precies. Nee, dat boeit ook verder niet zo. Want wat ik me dan, het enige wat ik dan nog wel nieuwsgierig naar ben, is dat VC's willen er ook graag altijd weer uit. Ja. Dus daar zijn ook... Maar daar moet je gewoon ook... Kijk, wij zijn profitable sinds sinds het begin, maar... van refereren terug naar dat gesprek van 3 jaar geleden. Yeah. Waar profitable is, dan kom je wel in een hele goede positie te zitten. Yeah. Als je geld moet ophalen. Of als je denkt van het is handig om bepaalde partijen erbij te hebben, strategisch gezien. En dan kan je daar wel gewoon afspraken over maken. En dan kan je gewoon heel stellig in zijn van ja, je hebt geen geld nodig. Maar als je erbij willen, dit is wat we uiteindelijk willen. En ons doel, wij hebben niet als doel om dit over 2 jaar te verkopen of zo. Wij hebben echt, ze zijn super jong. Yeah. En dat de grote voordeel van jong zijn is dat je langer termijn kan denken. Hmm. En ik denk eigenlijk door die houding word je alleen maar sexier. En onder die voorwaarden zijn zij ook ingestapt. Ja, precies. Ja, you call the shots, zeg maar. Precies, dus dat is wel... wat ik zeg, ik denk dat zeker in... Soms in Nederland heb ik wel het gevoel dat het is van... Oh, je moet de hele taart zelf houden en dan... Yeah. En we doen niet aan investeren, et cetera. I mean, voor sommigen pakt dat goed uit. Mm. Maar ik denk soms dat het wel handig is om wat ik zeg, zet je ego opzij. Zeg van, kunnen we dit alleen of hebben we mensen erbij nodig? Yeah. Ik denk toch dat je soms wel mensen erbij nodig hebt als je grote doelen hebt in ieder geval. Hey, in de eerste stap, student die nu zit te kijken, denkt kut, ik wil iets doen, ik wil ondernemen. En het kriebelt en de school vind ik niks en bla bla bla. Hoe zet je de eerste stap? Kun je dat plannen? Kun je daar iets voor doen? Ja, ik denk dat je gewoon, wat ik zeg, je moet gewoon gespecialiseerd worden op een bepaalde niche. Of kan een niche zijn. Ik denk, kijk, het fileprobleem oplossen, daar zijn heel veel knappe koppen mee bezig. ik denk niet, als je gestudeerd hebt, ik denk niet dat je gaat lukken. Tenzij... Of het moet je heel erg inspireren. Heel groot als het echt je passie is. Als het echt je passie is. Maar vind iets waar je veel meer vanaf weet dan anderen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En vind iets waar je gewoon veel meer vanaf weet dan anderen. Dat is het, hè? Specialiseer erin. En leer daar heel veel over. En dan probeer je te omringen met mensen. En ook, dat gaat veel makkelijker. Als jij ergens veel meer verstand van hebt dan anderen, dan willen bepaalde mensen ook weer met je hangen. Willen van je leren, et cetera. En die mensen,
dat zijn vaak ook weer... En daardoor creëer je een heel sterk netwerk. Want die weten ergens anders weer veel meer van. Ja. En dat trekt elkaar aan, et cetera. En dan kan je iets bouwen. En als je ergens veel meer vanaf weet, dan kan je ook... Uiteindelijk moet je een probleem oplossen. Of moet je een gat in de markt vinden. En dat ga je alleen vinden als je ergens veel meer verstand van hebt. En wat ik zeg, het vierde probleem of een langere batterij voor je telefoon. Ja, dat willen we allemaal. Dat willen we allemaal oplossen. Maar ja, dat heb je. Was ook iets minder inspirerend misschien dan... Ja, dan dus ik bedoel, vind gewoon iets waar je veel meer verstand van hebt van anderen. En probeer daar... Nou, en leren. Want wat jij zei, dat toch één ding even teruggrijpen uit het vorige gesprek. Laat het heel duidelijk zijn dat in die beginperiode heb je heel wat uren gespendeerd in de beep. Ja. Dan zullen mensen misschien niet zitten die zitten nu te kijken denken, wat de fuck, hij in een beep. Maar daardoor ben je wel gaan lezen. En dat was wel een soort van jouw eerste entree tot die kunstwereld, toch? En dat is ook heel belangrijk. Je moet wel anders zijn dan anderen. Dus soort van, als iedereen op het voetbalveld is, dan moet jij in de piep zitten. Maar als iedereen in de piep zit, dan zou ik weer op het voetbalveld gaan zitten. Snap je? Dus soort van, dan moet je wel heel erg op zoek gaan van, je moet, als je jong bent en zeker, misschien wat onzeker bent of whatever, is fuck dat. Weet je, als je anders bent dan anderen, dat gaat alleen maar goed zijn in de long term. Want daardoor ga je op dingen komen waar anderen niet op gaan komen. En dus ik zou, en ook als je whatever, als je wel geld hebt voor je ouders of whatever, ga reizen en ga andere plekken zien en ga niet allemaal naar Bali en gaat iedereen naartoe. Dus het van ga naar plekken, ga naar Accra of zo. Ja, maar je gaat er echt wel dingen something op zien else, yeah. die andere mensen niet zien. En uiteindelijk, kijk, dat hele verhaal van oh, iedereen gaat succesvol worden, is bullshit. Dan gaan er maar vanuit de HVA gaan er misschien 1 of 2 zijn. Ja. Ik weet niet hoeveel, maar als iedereen succesvol kan worden, dan is het niet meer succesvol, toch? Dat bestaat niet. Dus soort van, je moet anders zijn dan anderen. Geloof jij in dingen als geluk, lot en dat soort oncontroleerbare? Ja, ik geloof wel sowieso, je hebt gelukkige momenten nodig, maar dat dwing je wel allemaal gewoon af. Dus toen wij begonnen waren, wij zijn met Instagram begonnen. En dat was in die tijd dat wij waren net opgegroeid met Instagram, maar niet helemaal. Dus we waren wel volwassen, dus we konden nadenken. Maar we waren niet zo volwassen dat we echt dachten dat we alles wisten, snap je? Mm-hmm. Dus wij hadden nog wel de tijd om de hele tijd op de telefoon te zitten en allemaal dit soort dingen te doen. En dus die tijd dat wij 18, 19 waren, dus we begrepen wat het was. We begrepen alle dynamieken. Maar we waren wel oud genoeg om ook de opportunities te zien van hoe groot je dit kan maken. Mm-hmm. Dat is natuurlijk wel geluk dat wij in die tijd geboren waren, dat Instagram er voorbij kwam. Ja. Maar ja, er waren genoeg mensen in die leeftijdsklasse die er helemaal niks mee gedaan hebben. Ja. Dus je moet natuurlijk ook wel echt wel creëren. Blijven doen. Ik denk wel dat we geluk hebben. Ik denk wel dat we geluk hebben dat we wel gelijk om het eerste wat we deden gelijk een hit was of zo. Of dat het gelijk wel. Geloof je in het lot, ja. En dat is wel heel spiritueel. Ja, dat doe jij niet aan. Nee, niet echt. Hey, 2 vragen nog. Er zijn niet zoveel... Je zit in een niche, heel duidelijk. Er zijn heel veel andere ondernemers die zitten niet in... Die zitten in, weet ik veel, handel, industrie, zakelijke dienstverlening, noem maar op. Die willen ook allemaal jonge gasten aantrekken. Het is schuwelijk arbeidstekort. Wat kunnen zeg maar normale ondernemers, noem ik het maar even, hè? Wat kunnen die van jou leren? Ja, maar dat is heel lastig. Kijk, wij doen natuurlijk iets wat mensen leuk vinden. Mensen uiteindelijk denk ik wel steeds meer dat mensen naar hun werk gaan ook omdat ze iets willen doen wat ze leuk vinden. En een bepaald toegevoegde waarde hebben aan een bepaald wereldbeeld waar zij in willen leven. Dat zie je steeds meer. De talenten onder de jongeren, die willen dat. En als jij een bepaalde onderneming hebt waar mensen niet zo interessant vinden, of waar ze, dan wordt het lastiger. Ja, het enige wat ik kan adviseren is dat... Kijk, als jij het heel talentvol bent, je bent gewoon heel slim, je kan overal werken waar je wil werken. Dan de mensen willen gewoon samenwerken met die bepaalde mensen. Dus ik denk dat je gewoon je eerste hire is mega belangrijk. Dus ik weet niet of je al een heel groot bedrijf hebt, maar dan zijn we mensen misschien moeten ontslaan. Maar ik denk dat die eerste punt, die gaat weer andere mensen hiren en die gaat weer andere mensen hiren. Mm-hmm. Uiteindelijk willen mensen gewoon werken met talenten willen werken met andere talenten, zodat ze meer kunnen leren. Ja. Dus ik denk dat heel belangrijk is. Dus dat je snel genoeg mensen weer ontslaat en of de juiste mensen behoudt, super streng erop zijn. Mm-hmm. Ik denk toch dat best wel veel ondernemers moeite hebben met mensen te ontslaan soms. En dat is ook lastig. En helemaal in Nederland. Ja. Wordt niet makkelijk gemaakt. Nee. Maar het is wel mega belangrijk. Want dat is de enige manier hoe je... Weet je, als allemaal acht van de 10, zeg maar een cijfer 8, willen... als daar een 6 bij komt, dan wordt 8 ook een 7. Dus je moet, zeg maar...
Het is heel belangrijk dat je dat niveau hoog houdt. Hey, en laatst toch een klein beetje filosofische vraag. Hè? Maar je zegt net, die jonge generaties willen allemaal een soort van betekenisvol dingen doen. Ook hoor je veel, hè? Zeker talentvolle gasten. Ja. Als ik om me heen kijk naar de wereld, dan ben ik een oude lul, zeg maar. Maar ik word daar niet helemaal vrolijk van, zeg maar. Als ik zie welke poppetjes nu aan het roer staan wereldwijd en waar de wereld een beetje naartoe gaat allemaal. Ben jij hoopvol? Ja, zeker. Ik ben zeker hoopvol. Kijk, ik denk überhaupt zijn er natuurlijk heel veel nieuws wat je kijkt. Je wordt er natuurlijk weer mee doodgegooid. Social media dat je opent. Dus we hebben natuurlijk nog nooit zoveel informatie gehad. Dus soort van, er gebeuren ook heel veel goede dingen in de wereld. Statistisch gezien ook dat veel beter gaat dan de afgelopen 30 jaar. Mm-hmm. Maar dat zie je veel minder natuurlijk. Omdat het veel minder kliks krijgt. En we hadden het net over TikTok, et cetera. En mm-hmm. Ja, het is natuurlijk wel chaos. En mensen vinden het ook wel leuk of zo. Dus ja, ik denk dat als je op de goede dingen let, dat er heel veel positiefs gebeurt. Maar ik snap wel wat je bedoelt. Ik bedoel, het vooral het klimaatprobleem. Ja. Dat is toch iets waar... Ja, hoe kom je daar onderuit? Dat, ja. Ik heb er te weinig verstand van om daar echt een interessante mening over te hebben, als ik eerlijk ben. Ja. Maar ja, hoopvol. Ja, kijk, het is maar net hoe je leven indeelt, hè. Mm. Ik geniet gewoon. Ja. Ja, en dat mag. Ja, toch? Ik bedoel, ja, waarom... wat ik zeg, ik heb echt weinig verstand van veel van dat soort... Ik heb heel weinig verstand van heel veel... Maar misschien is dat wel de key van een stukje oplossing voor veel jonge gasten. Dat je ook niet de hele wereldproblematiek op schouders moet een beetje naïef zijn. En ook heel veel mensen weten het ook niet. Hè? En heel veel mensen doen wel alsof ze het weten. Maar soms moet je ook gewoon eerlijk zijn. En zeggen, ja, ik weet het te weinig vanaf. En ik kan allemaal experts gaan volgen. Maar ik weet ook niet hoeveel die experts ervan af weten. En dan heb je natuurlijk de hele conspiracy theorieën die je ook allemaal online kan lezen. Maar ja, dat word je ook, ja, succes, weet je. Ja, ik word er niet blijer van. Maar er zijn heel veel mooie dingen aan de hand in de wereld ook. Ja, dus ja, daar kan je op richten. En dat, dan heb je denk ik een heel leuk leven. Ik wens je, dat wens ik je vooral toe, Christian. Ja, leuk dat je mijn gast wilde zijn. Ik spreek je wel weer over een jaartje of 3, 4, 5. Ja, dat zou wel zo. Als je een keer in Nederland bent. Misschien ben ik dan ook een gefrustreerde oude lul. Ja, het lijkt me geweldig als ik 80 ben. En dat ik dan hier zit. En dan jou als een gefrustreerde oude lul. Heel pessimistisch over die kutkunstwereld. Hey, dankjewel dat je mijn gast was. Jezus, en dankjewel voor het kijken naar weer een aflevering hier op CVD-TV. Wil je meer zien? Abonneer je dan. Of luister naar onze podcast. Dat kan ook voor nu. Dankjewel. Hoi. We'll be right back.